Op 3 mei vond de eerste editie van Gelernd op Mossepreuve plaats. Een aspergefestival dat in het teken stond van de veranderingen in Geleen Centrum. Alles draaide deze dag om het zogenaamde witte goud. De Geleense horecaondernemers lieten zich op het Marktplein van hun beste kant zien. Diverse recepturen werden aan de gasten voorgeschoteld. Even leek het slechte weer roet in het eten te gooien, maar gelukkig duurde de bui niet lang. Gelernd op Mossepreuve, een nieuwe traditie in de stad.